In de Nationale Assemblee wordt de ontwerpwet toetreding van Suriname, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, in behandeling genomen. Door toetreding tot de conventie geniet ons immaterieel cultureel erfgoed behoud en bescherming. De commissieleden hebben verschillende vragen gesteld over onder meer de wijze waarop het cultureel erfgoed zal worden beschermd en hoe het bewustzijn van het immaterieel erfgoed zal worden bevorderd. De waarnemend minister van MINO, Patrick Pengel, gaf antwoord op enkele van deze vragen. Vanuit het directoraat cultuur van het ministerie zal samen met de vertegenwoordiging van het cultuurveld zullen onderzoeksprogramma's worden samengesteld in het kader van de bescherming en ontwikkeling van het erfgoed. Dit zal op lokaal niveau, dan wel op groepsniveau plaatsvinden, als ook op nationaal niveau. Onderdeel van de bescherming en behoud van het immaterieel erfgoed is namelijk bewustwording en educatie. De minister ging ook in op artikel 2 lid 3 van de ontwerpwet, die handelt over het uiteindelijke doel van het verdrag, en op artikel 11 die de rol van de staat in het verdrag beschrijft. In het algemeen is het verdrag gericht op identificeren, inventariseren en beschermen van het immaterieel cultureel erfgoed en de elementen hiervan. Het directoraat cultuur heeft zich vanaf de oprichting in haar taakstelling bezig gehouden met ICH, het identificeren, inventariseren en de overdracht. Men is altijd al bezig geweest met bescherming, omdat dit volgens het cultuurbeleid in hun taakstelling is opgenomen. Maar echter heeft het nooit een specifieke naam gekregen. Dus vandaar dat het nu zou vallen onder de noemer van Intangible Cultural Heritage. Er zijn verder twee werkgroepen ingesteld in relatie tot artikel 13. De groepen zijn voorbereiding routekaart, ICH, en voorlichting en sensibilisering, oftewel bewustmaking. Deze zijn bezig met het opstellen van een routekaart voor alle volkeren van Suriname, als ook het formuleren van een ICH-communicatieplan voor informatieverstrekking aan de gemeenschap. U hoorde waarnemend minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Patrick Pengel. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet toetreding van Suriname, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, voor het behoud en bescherming van ons immaterieel cultureel erfgoed. De behandeling van de ontwerpwet wordt morgen voortgezet.